Vice-president Ronnie Brunswijk kon gisteravond zijn tranen niet bedwingen bij de gezamenlijke singinitie van de 16 slachtoffers van de ingestorte schacht in het Matawai-gebied. Op 20 november stortte een schacht in op een goudconcessie in het Matawai-gebied, waar 14 personen gelijk het leven hebben gelaten en een 15e slachtoffer in het ziekenhuis overleed. Op dezelfde dag overleed bij een soortgelijk geval in Sela, Marowijnen, een 16e slachtoffer. De emotionele vicepresident gaf aan dat het pijnlijk is wanneer families op zo'n wijze hun geliefde verliezen. On that, then Kivu, ya then Biaya, na pas the Bejaina proof in Libi. And the na pas the Bejaina proof in Libi, and Allah must not require the move of the Maisu Wansani, Fuchai Gosu. And the people hustle, then I pay you last in Libi, that had no more accent. De vicepresident gaf verder aan dat het gebeurde niet teruggedraaid kan worden. Daarom moeten we de situatie in Gods handen leggen. Namens de regering bracht hij de condolences over aan de nabestaanden. Ik condoleer al die sama die last van loopt van, vooral al die ukamman, den die be die het op a fel, al ons heeft me condoleer, met dat ook jou, tanga, uchade ido. Uchaiden bala from water last was spaces. We are condoleering with one is a mekta of you, tanga, a heavy on that asania so di passeaso, no one heavy some passana, we was another bad thing. Because if you go to Mantaki ago, if a pass at Taki goes one day, if he calls Bakadea, come on, die from a king also, you madiape, Vikisabos of Yaso, make it of Kars and Masajado. All this my two one is. We condoleer u zeer. In overleg met de overheid is er besloten een gezamenlijke rouwdienst en begrafenis te houden. De kosten die hiermee gepaard gaan worden door de overheid gedekt. Vandaag is vrijgehouden voor de families om hun singinitti te houden. Elke familie heeft daarvoor een financiële tegemoetkoming ontvangen van het ministerie. De begrafenis van deze 16 personen vindt morgen plaats.